Hey, supergoed dat jij geïnteresseerd bent in het maken van een mooie hamsterhok. In deze video ga ik jullie laten zien hoe ik dit hamsterhok helemaal heb ingericht, waar ik op heb gelet en wat dus dan eigenlijk het beste is voor jouw hamster. Ik ga proberen zo goed mogelijk uit te leggen wat ik precies doe. Jullie gaan het stap voor stap zien wat ik aan het doen ben. En dan hoop ik dat jullie er wat van kunnen leren en zelf ook zo'n goed hok kunnen maken voor jullie hamster. Dus blijf zeker kijken als je benieuwd bent en veel plezier! Nou, daar gaan we dan. Dit is een verblijf van 100 bij 50. Die heb ik ooit voor een Syrische hamster gekocht. Maar dit is voor een dwerghamster, een Russische dwerghamster. En ik ga er eerst voor zorgen dat er een goede bodembedekking in zit. Je kan ervoor houtvezel gebruiken, hennepvezel en katoenvezel bijvoorbeeld. En ik begin hier met houtvezel. En ik vind het belangrijk om een goede dikke laag als bodem te hebben om mee te beginnen. Zodat je hamster sowieso goed kan graven. Want hamsters zijn eigenlijk van nature toch wel gravers. Meer gravers dan klimmers eigenlijk. Het zijn van nature geen klimmers. Dus is het belangrijk om een goede bodem te hebben. En ik mix dit dus. Je ziet nu dat ik katoenvezel erop doe. Dus heel zacht, stevig spul. En als je dit mixt, dan heb je een stevige bodem. Waar je hamster goed een bodem in kan maken. Dus een goede tunnels in kan graven bijvoorbeeld. Nou, ik heb een basislaagje. Dat is nog niet de 15 centimeter die ik zeg dat eigenlijk minimaal moet. Maar ik ga wel alvast eerst eventjes kijken van hoe wil ik het indelen. En dat zie je wat ik hier aan het doen ben. Ik ben een beetje met bruggetjes en zo aan het kijken hoe ik afscheidingen kan maken. Want daardoor kan je op sommige plekken hogere bodembedekking doen dan op andere plekken. En zo kan ik ook een beetje kijken waar ik huisjes en tunneltjes wil hebben. Want het is wel belangrijk dat je er meer dan één hebt, omdat hamsters heel graag willen verstoppen. Nou, hier zie je dat ik verder doorga met de bodembedekking. En hier ben ik dus al aan het proberen om zeker de 15 centimeter minimale bodembedekking te halen. En dat is belangrijk om ervoor te zorgen, zodat je hamster echt goede tunnels kan graven. Niet dat de hele bodembedekking omhoog komt zetten. Nee, ze kunnen echt onder de grond als het ware een tunneltje gaan bouwen. En hier mix ik ook alles weer een beetje. Ik had deze keer geen hennepvezel, dus ik gebruik echt alleen houtvezel en katoenvezel. Maar ik had eigenlijk ook al gezien dat dat wel genoeg werkt om in ieder geval stevige tunnels te kunnen bouwen. Ja, je ziet ook dat ik steeds spulletjes weer aan het verhuizen ben. En ik laat het daar eigenlijk altijd helemaal in staan. Zodat ik continu eraan herinnerd word hoe ik het hok wil indelen. Maar ik haal steeds als ik op een plekje bezig ben weer even spullen weg. Zodat ik weer goed even de bodem goed kan aanvullen. En dat zie je wat ik hier ook aan het doen ben. En soms tussendoor kan ik nog wel eens twijfelen en denk van misschien ga ik dit toch nog een beetje anders doen. Maar dat is het mooie aan het hele proces van zo'n hamsterhok inrichten. Je kan er heel creatief mee bezig zijn. Hier zie je dat ik eigenlijk twee huisjes op elkaar probeer te zetten. En dan is het belangrijk dat ik wel een goede afscheiding heb. Zodat de bodembedekking niet uit elkaar kan zakken. En dat het gewoon wel een stevig geheel is. En ook als je hamster gaat graven en daarmee bezig gaat zijn, dat het wel blijft staan. Het is wel belangrijk dat het dus niet in elkaar stort. Dus hier zie je eigenlijk allemaal verschillende huisjes bij elkaar staan die bij elkaar een soort afscheiding vormen. Zodat ik daarachter heel veel bodembedekking kan doen. Ik weet eventjes niet uit mijn hoofd hoe hoog het precies is. Maar dat is zeker weten boven de 25 centimeter bodembedekking. En dat vinden hamsters heel erg fijn. En je ziet daar in de hoek dat ik een glazen bakje had neergezet trouwens. Waar ik nu een beetje voor sta en zo'n dingetje overheen heb gezet. En dat wordt uiteindelijk de zandbak. Hier zie je me nog een beetje twijfelen. Wat ga ik doen? Wat ga ik doen? Die tunnel die lag niet helemaal stevig. Want die hangt een beetje over twee bruggetjes heen. En die probeer ik nu dus te verstevigen. Zodat die niet kan schuiven met takjes. En dit zijn gewoon van die takken. Die heb ik een keer bij een dierenwinkel gekocht. Ik weet eerlijk gezegd niet meer precies waar. Maar daar kan je ook alles net even wat mee verstevigen. En dat het goed op zijn plek blijft zitten. En met mos. Dat is een soort bodembedekking eigenlijk. En wat ik hier ook pak is een kokosvezel. Dat zorgt er weer voor, ik zal er niet een heel hok mee bedekken als een bodembedekking. Maar het is wel heel fijn voor de hamster dat hij verschillende ondergronden voelt. Dus mos is wat zachter, die kokosvezel is net weer wat harder. Nou ja, houtvezel en katoenvezel voelt weer anders. De houten huisjes voelen weer anders. En zo hebben ze ook weer verschillende structuren onder de pootjes. En dat voelt wel fijn. Maar je ziet me daar bezig met het zandbakje. Daar komt dus chinchilla zand in. En chinchilla zand is ook weer belangrijk zodat ze hun vachtje mooi schoon kunnen krijgen. En dat is ook weer lekker zacht onder de pootjes.
Nou, hier heb ik een hele grote wijnrank, zo heet dat even uit mijn hoofd. En daarmee kan je extra beschutting regelen. Een hamster die wil heel graag beschut blijven. Dus een hele grote open ruimte vinden ze eigenlijk sneller wat spannend. En hiermee zorg je ervoor dat ze dus net even wat meer boven hun hoofd hebben hangen. Zodat ze zich iets veiliger voelen in hun hok. Hier gebruik ik ook af en toe wat steentjes. Zou ik zeker niet te veel van gebruiken. Nou, hier de chinchilla zand er dan in. En die steentjes zou ik zeker niet te veel gebruiken, omdat ik gebruik het meer als decoratie. Puur decoratie. En waarom zet ik nou zo'n houtschors ding boven de zandbak? Dat is omdat mijn hamster best wel, laat ik het zeggen, een rotzooitje ervan maakt. En hiermee zorg ik er eigenlijk voor dat het zand niet door het hele hok heen komt te zitten. Want als die gaat graven of iets dergelijks, dan blijft het een beetje in het zandbakje zitten. En hier heb ik allemaal gedroogde plantjes. Die vinden hamsters erg lekker. Je moet eventjes kijken bij de knaagdierafdeling. Of even bij mijn mijn shoplog. Ik heb een shoplog gemaakt. En daar zie je wat het precies is. En dat vinden hamsters erg lekker. Maar dat is ook weer gewoon leuk voor natuurlijke aankleding. Sommige mensen gebruiken ook echte plantjes. Daar ben ik eerlijk gezegd nog niet aan begonnen. Maar je hebt van die kruidenplantjes. Die kan je er ook in zetten. En dan kan je er echt een heel mooi creatief geheel van maken. Nou ja, ik gebruik nu dus gedroogde plantjes. Dat vond ik iets makkelijker. Dat kan je gewoon zo in de bodem steken. Dus eventjes kort bij elkaar, belangrijk, meerdere huisjes, veel beschutting, een loopwiel die groot genoeg is voor jouw hamster. Daar zal ik binnenkort een andere video over maken, hoe groot die precies moet zijn. Een bodemverdekking van minimaal 15 cm voor een dwerghamster. En voor een Syrische hamster is toch wel minimaal 25 cm aan te raden, de hoogte in. Zodat ze goed kunnen graven. Nou, maak het leuk, wees creatief, maak er een leuk geheel van en dan kan je zoiets maken als wat ik hier zie. Elk hok zal er uiteindelijk anders uitzien, maar wees creatief. Maak er een leuk geheel van voor je hamster. Dit is dan uiteindelijk het hok geworden. Ik hoop dat jullie er wat aan hebben gehad. En als jullie vragen hebben, mogen jullie die absoluut stellen natuurlijk in de reacties. En dan is het tijd om Lucky los te laten. En dan kan hij het hok helemaal gaan ontdekken en onderzoeken. Daar zijn ze vaak altijd wel eventjes mee bezig. Dus dat is alleen maar goed voor ze. Hey, en vond je het nou een leuke en interessante video? Vergeet dan niet te abonneren op dit kanaal. Want dan krijgen jullie nog veel meer hamstervideo's. En andere video's te zien van verschillende soorten dieren. Waar ik allemaal informatie ga vertellen over deze leuke beesten. Dus abonneer, like en laat zeker een reactie achter. En dan zie ik jullie heel graag de volgende keer weer. Doei doei!